Welkom bij alweer het 11e en het 1 na laatste webinar van deze serie. Nou, sowieso ben je natuurlijk echt een superheld dat je het tot dit punt volgehouden hebt. Tenminste, ik neem aan dat je geen maanden overgeslagen hebt. Nou, misschien dat je wel zelfs zo'n bikkel bent dat je een binge dag bent gaan doen. Nou, dan ben je waarschijnlijk nu echt helemaal de weg kwijt. We zijn bezig met de serie Opvoedvaardig. En nou, daar zijn we een jaar geleden mee begonnen. En zijn gaan kijken in een serie webinars naar waar lopen ouders tegenaan. Waar lopen ouders van bijvoorbeeld heel bijzondere kinderen tegenaan. En van daaruit gezegd, nou, 3-4 uur webinar, leuk. Hoop informatie gedeeld, maar eigenlijk nog niet eens soort van, nou ja, het oppervlakte geraakt van alles wat we willen delen. Dus we gaan er een jaarprogramma van maken. Daarom hebben we twee sporen gecreëerd. De ene is nou, echt daadwerkelijk een intensief begeleid traject voor sommige mensen ook. Of voor sommige mensen een videotraject. Nou ja, waarbij nou, ergens tussen de anderhalf en de 4 uur aan content per maand voorbij komt. En nou ja, om te zorgen dat we iedereen kunnen ondersteunen, iedereen kunnen helpen, ongeacht of je er nou ja, meer tijd of middelen in wil stoppen, hebben we deze webinarserie opgezet. Nou ja, daar zijn we intussen al bij de 11e keer aanbeland. De volgende keer is de 12e en de laatste keer waarmee we het jaar samen afsluiten. En nou ja, wat we doen is proberen zoveel mogelijk kennis en vooral praktijk met jullie te delen. Hoe kun je nou het beste zorgen dat jouw hoogbegaafde, je meerbegaafde, getalenteerde kind goed in zijn vel komt zitten en goed tot zijn recht komt. Nou, het is natuurlijk een mooi tempo, een heleboel informatie die voorbij komt. Maar ja, goed, op deze manier kunnen we zoveel mogelijk delen, zoveel mogelijk mensen helpen. En nou, ik ben natuurlijk ook benieuwd naar jullie feedback. Dus laat vooral comments achter en laat weten wat je ervan vindt. Wat gaan we vandaag doen? We gaan kijken naar kennis en kunde van hoogbegaafdheid. We gaan vandaag vooral in op uitzonderlijk begaafde leerlingen en hoogsensitiviteit of hooggevoeligheid. Bij opvoedvaardig gaan we kijken naar nou ja, bijvoorbeeld trauma's en angsten en dat soort thema's. Bij het begeleiden van toptalenten gaan we naar wat praktijktips toe. Tot nu toe hebben we heel erg op proces gefocust. Nou, wat zijn nou concrete dingen als je echt een child prodigy hebt? Bij Dul Bijzonder gaan we het hebben over dyslexie. Combinatie van hoogbegaafdheid en dyslexie en wat dat dan betekent. Bewust ouderschap gaan we verder met die plancyclus. Dus we gaan ja, reflecteren, evalueren en daarop een nieuwe stap zetten. En vanuit jouw kracht naar je kinderen gaan we eigenlijk terug naar maand 2. Ik weet niet of je dat nog way back when kunt herinneren. Dat we een incheck doen. Een soort van nulmeting. Nou, dit is eigenlijk de 1-meting nou ja, in die afgelopen 9 maanden dat je bezig bent geweest. Heeft dat een verschil weten te maken? Heeft dat wat bijgedragen aan jouw rust, jouw geluk, jouw welbevinden? Want dat was natuurlijk het doel van het doen van al deze oefeningen. Nou, er is natuurlijk van alles gebeurd, maar daar eens een keer op terugreflecteren kan geen kwaad. Nou, daarmee weet je een klein beetje wat we vandaag van plan zijn. Succes, geniet ervan, pak je kopje thee, pak pen en papier en ga er vooral mee aan de slag. Want nou ja, zoals altijd, de dingen doen, maak iets anders in je leven, erover praten, erover filosoferen, erover denken, nou, doet uiteindelijk niet zo vreselijk veel. Nou, eerst inzoomend op kennis en kunde van begaafdheid, op de basis van hoogbegaafdheid. En nou, 2 onderwerpen, en dat zul je waarschijnlijk wel gemerkt hebben, of zeker als dat thema's zijn waar jij zelf in geïnteresseerd bent, nou, dat ik ze eigenlijk vermeden heb. Ik heb het er bijna niet over gehad. En de 2 thema's zijn uitzonderlijk begaafd of uitzonderlijk hoogbegaafd, profoundly gifted, zoals dat ook wel, of exceptionally gifted, zoals ze in Amerika noemen. En de hooggevoeligheid, of de hooggevoelige persoon, of HSP, of nou ja, welke term je er ook aan wil hangen. Nou, waarschijnlijk als je me al die tijd hebt horen praten, kun je je misschien ook wel iets voorstellen bij waarom ik dan de keuze heb gemaakt om niet zozeer te focussen op dit onderdeel. En dat is omdat ik in al die stappen tot nu toe constant probeer afstand te nemen van labels. Afstand te nemen van ook het label hoogbegaafd of meerbegaafd of nou, hyperhoogbegaafd of uitzonderlijk hoogbegaafd. Ook het label hooggevoeligheid, want het gaat niet om een label. Dan zijn we weer in die systematiek beter. Als ik weet wat je bent, dan weet ik wat je moet doen. Terwijl eigenlijk alle kinderen nou, uniek zijn. En dat ik liever heb dat we vanuit ondersteuningsvragen kijken. Hey, wat heb je nodig? Hoe kan ik je daarmee helpen? In plaats van aan de voorkant te zeggen, wat ben je? En val je wel in het vakje? En ook als een vakje aan de bovenkant is, of het leuk of bijzonder is, dan is het nog steeds een vakje. En daar probeer ik zoveel mogelijk weg te blijven. Nou, tegelijkertijd gaan we wel in op hooggevoeligheid, want nou ja, het helpt ook weer. Hè. Ook met het autistisch spectrum hebben we het erover gehad, met ADD hebben we het erover gehad. Dat het label aan zich niet per se nou ja, waardevol is, maar is ook niet het probleem. Het helpt wel om een soort van te categoriseren wat voor eigenschappen horen hier nou bij. Weet je, wat gebeurt er hier nou precies? Dus daarom gaan we er toch doorheen. Nou, vooral met hooggevoeligheid gaan we het in verschillende types uiteenzetten. In ieder geval de verschillende types, een verdeling van de verschillende types. En ik ga korte dingen aanhalen over uitzonderlijk begaafdheid.
Nou, als je kijkt naar naar hooggevoeligheid, dan zie je dat er zo'n twee schalen zijn. En daardoor krijg je een matrix met vier verschillende vakjes. Aan de ene kant heb je het verschil tussen de introverte hooggevoelige en de extraverte hooggevoelige persoon. De introverte heeft de neiging om naar binnen te keren. En vooral binnenin zichzelf, zeg maar, nou ja, met beperkte verbinding met de rest van de wereld, nou ja, die gevoeligheid een plek te geven. Maar die gevoeligheid is vooral op intern gericht. Zoek naar interne gevoelens, interne sensaties. Tegenover de extraverte, waarbij de gevoeligheid op de buitenwereld gericht is. Op interactie met name met andere mensen. Dat is de ene schaal. Dus je kunt meer naar binnen gekeerd zijn of je kunt meer naar buiten naar anderen gekeerd zijn. De tweede is van hoe reageer je op die gevoeligheid? Sommige mensen reageren op die gevoeligheid vanuit het perspectief van ik heb sensaties en die zijn veel en ik probeer eigenlijk rust te zoeken. Dus ik probeer eigenlijk al die sensaties en al die prikkels terug te brengen, want als ik er daar te veel van krijg, raak ik overprikkeld. Andere mensen zitten weer in die sensation seeker. Die zoeken juist die sensaties op, die willen juist die prikkels hebben. Als ze niet voldoende prikkels hebben, dan raken ze onrustig en dan gaan ze op zoek naar die sensaties. Nou, dat levert zeg maar met die vier types, met die twee schalen, levert dus eigenlijk die vier types op. Je hebt de introverte rustzoeker, die kijkt vooral in zichzelf en zoekt naar, nou, met name eigenlijk rust, niet te veel prikkels. Dus die reflecteert veel, is veel met innerlijke processen bezig, met zijn eigen gedachten, met zijn eigen gevoelens. Heeft ook niet heel veel andere mensen bij nodig, heeft ook niet heel veel prikkels nodig of zo, zoekt daar niet heel veel in. Maar, nou ja, goed. Is daarmee een van de gevoeligste van de types, zeg maar. Raakt snel overprikkeld van mensen, raakt snel overprikkeld van sensaties. Maar nou, als je die met rust laat, voldoende decompressietijd, voldoende rust, komt het helemaal goed. De tweede is de introverte sensation seeker. Die is nog steeds niet zo erg gericht op andere mensen, maar zoekt wel sensaties. Nou, dan krijg je bijvoorbeeld kunstenaars. Die in een super levendige verbeeldingswereld, die allerlei nieuwe creaties gaan maken, allerlei gedachten. Ook, nou ja, kan bijvoorbeeld in Minecraft of zo allerlei dingen gaan bouwen. Of nou ja, juist eigenlijk in een sociaal rustige omgeving, niet per se met andere mensen, maar wel prikkels opzoekt, wel uitdagingen opzoekt. Nou, je moet altijd uitkijken van hoe inderdaad raak niet overprikkeld. Krijg voldoende prikkels, maar nou ja, raak daar de weg niet in kwijt. Dan heb je de extraverte rustzoeker. Die zoekt wel verbinding met andere mensen, maar het moeten niet te veel prikkels zijn. Zoekt vooral rustige omgevingen. Praat een tijdje geleden met iemand die denk ik wel redelijk in die categorie ging. En zei van, ja, weet je, als ik etentjes heb met 4 of 6 mensen, ik wil graag andere mensen zien. Maar feestjes, eten met heel veel mensen kan ik eigenlijk niet aan, want het zijn gewoon te veel prikkels. Want dan praten hier mensen en daar mensen en dat is echt te veel. Maar ik wil heel graag bij iemand anders zijn. Wel echt verbinden en dan vanuit rust elkaar vinden. Dus nou, dan krijg je meer die extraverte op anderen gericht, maar wel met weinig prikkels. En je hebt de extraverte sensation seeker. Die zoekt andere mensen, maar zoekt ook beleving. Dus nou ja, inderdaad feesten, etentjes, veel mensen bij elkaar, dingen doen, activiteiten, beweging. Nou, daar worden ze enthousiast van. Nou, dat geeft je een beetje een beeld van die types. Iemand zei ooit, als we kijken, een soort van type 5, de ambivalente, die gaat heen en weer. En omschrijving, en mijn dochter gaf hem op een gegeven moment, die zit nou ja, ook al dus haarzelf wel meer in die sensation seeker modus. Die wil graag prikkels. Maar je zegt, mensen denken omdat ik vaak prikkels zoek, dat ik altijd maar prikkels wil. Maar op een gegeven moment is het genoeg en daarna is het te veel. En dan kan ik het eigenlijk niet meer aan. En eigenlijk heb je dan een soort van quota. Je moet wel een bepaald niveau halen, maar het moet niet te veel meer worden. En sommige mensen hebben daar een redelijk smalle bandbreedte in. Nou, een van de belangrijkste adviezen voor hooggevoelige mensen is wat mij betreft om jezelf te leren kennen en daarin vanuit assertiviteit je leven te gaan managen. Dus regel nou ja, dat je niet te veel prikkels krijgt. En als je veel prikkels krijgt, organiseer dan ook je rust. Iemand noemde decompressietijd. Dat op het moment dat er allerlei prikkels komt, dan word je eigenlijk een soort van in elkaar geduwd, een soort van stressballetje. En als je stressballetje loslaat en je geeft hem een paar seconden, dan gaat hij weer uit elkaar. Maar als je hem dan meteen weer knijpt, dan krijgt hij niet de kans om weer helemaal uit elkaar te komen. Nou, die decompressietijd heb je nodig en die moet je ook echt organiseren. Ik denk dat ik zelf wel redelijk sensation seeker ben. Weet je, ik ga voor de lol springen uit een vliegtuig. Ik vind het ook vaak leuk om met andere mensen te zijn. En ik heb duidelijk dat quota. Op een gegeven moment is het te veel. En dan moet ik echt die rusttijd organiseren. Want als ik dan doorga, dat kan ik wel, maar dan kom ik in een soort van zombie-modus. Dan ben ik niet meer echt verbonden met mijn lichaam, met mijn gevoel. Maar dan ben ik gewoon door aan het gaan om door aan te gaan. Dus probeer dat voor jezelf helder te houden. Weet je, waar zit je nu?
extravert, introvert, sensation seeker, rustzoeker. Organiseer voldoende rust om bij te komen, maar organiseer ook dat je de prikkels, of dat nou andere mensen zijn, sensaties of allebei, dat je die op een goede manier organiseert. Nou, dan kom je daarna bij de verschillende niveaus van begaafdheid. Nou, in Amerika hebben ze dat wat uitgebreider uitgewerkt dan in Nederland, waarbij ze eigenlijk zeggen, nou ja, dat meer begaafd is mildly of mildly gifted, gewoon gifted. Dan krijg je moderately gifted, dan krijg je een IQ 130, 145. Highly gifted, hoogbegaafd zeg maar, als je het letterlijk zou vertalen, is dus eigenlijk pas vanaf een IQ van 145. Terwijl wij hier meestal bij een IQ van 145 praten over uitzonderlijk begaafd. Nou, dan krijg je de exceptionally gifted en de profoundly gifted. Nou, een van de dingen, en daar hebben we het natuurlijk eerder over gehad met IQ, is dat IQ is een statistisch fenomeen. En het enige wat een IQ-getal uitdraagt, zeg maar, is hoe ver van het gemiddelde zit, hoeveel standaarddeviatie daar vanaf zit. En het is dus een middel uiteindelijk waarmee je een soort van percentiel kunt toewijzen, waarbij je kunt zeggen, 1 op de, nou ja, 1 op de 8 is ongeveer meer begaafd, 1 op de 40 is ongeveer hoogbegaafd, zeg maar, in onze termen. En dan zou je geloven, afhankelijk van de test en de systematiek, ergens tussen de 1 op de 4000 en 1 op de 10.000 is, nou ja, dan hyperhoogbegaafd of uitzonderlijk begaafd. Nou, en daar zou je nog boven de 160 kunnen gaan. Maar je kunt je voorstellen, als we zeggen 1 op de 10.000 en we hebben 1,6 miljoen schoolgaande kinderen, zeg maar, basisschoolkinderen, of 2,4 miljoen, zeg maar, als we het hele schoolsysteem nemen. En we nemen ongeveer 1 op de 10.000. Ja, dan heb je uiteindelijk niet zo vreselijk veel kinderen die dat niveau gaan halen. Weet je, dan zit je op, wat, 240 of zo. Voordat ik hele stomme rekenfouten maak. Nee, volgens mij zijn het 240 in heel Nederland die dat hebben. Nou, daar kun je bijna geen testen meer op hebben, want je hebt niet genoeg kinderen om dat aan te tonen. Intussen hebben we natuurlijk, Skalik heeft de KICT ontwikkeld, specifiek om hoogbegaafde kinderen in kaart te brengen. Maar het blijft statistisch lastig om die hele hoge cijfers heel nauwkeurig in kaart te brengen. Nou, dat gezegd hebbende, je ziet in ieder geval wel, het is een bijzonder kind. Het is nog een uitzonderlijker kind. Binnen die groep van hoogbegaafden is hij nog intelligenter. Kan je nog sneller denken, nog complexere problemen oplossen. En nou ja, komen die andere factoren ook naar boven. Een van de dingen die hier bij mij naar boven komt, is dat, nou ja, eigenlijk in algemene zin, geef ik kijken aan, het is gewoon, nou ja, gewoon, maar het is vooral meer van dat wat er al is. Dus nog sneller vaak, nog intenser, nog complexere problemen oplossen, nog meer risico op harmonie, of disharmonie, zeg maar. En daarmee ook de vraag of versnellen te vermijden is. Want als een kind waarschijnlijk in de helft van de tijd school kan doen, maar dan is hij na 4 jaar klaar met de basisschool, 3 jaar later met de middelbare school, dan zit hij op groep 7, zeg maar. Dus dan wordt het veel complexer om daar passend aanbod aan te bieden. En de vraag is of de scholen dat lukt. Maar er zit zelfs een laag na. Ik heb op een gegeven moment een wiskundedocent gesproken in Amerika. En die zei van, weet je, de uitdaging van het uitdagen van hele slimme kinderen is, dat het punt niet is dat je een opdracht moet hebben die zij sneller kunnen uitvoeren dan iemand anders. Dat ze het sneller leren. Maar ze moeten eigenlijk opdracht krijgen die iemand anders niet op kan lossen. Die gewoon zo complex zijn dat iemand anders gewoon niet de mentale capaciteit heeft om überhaupt te beginnen aan de oplossing. En nou ja, goed, dat zie je heel erg in deze groep. En ja, het lastige vind ik dat ik zoek altijd weer van hoe brengen we terug naar die ondersteuningsvragen. Want om nou automatisch aparte scholen op te gaan zetten voor uitzonderlijk begaafde kinderen, of zeggen, nee, alles wat je over hoogbegaafdheid geleerd hebt moet je vergeten, dat is in mijn ervaring niet de praktijk. Heel veel van de dingen die we besproken hebben, vooral als het gaat over die ondersteuningsvragen, zijn nog steeds waar. Werk aan executieve functies, werk aan een levenshouding, werk aan die ontwikkelingspsychologische kant, werk aan leervaardigheden, studievaardigheden. En met die onderdelen kan iemand leren vanuit eigenaarschap, als je hem daartoe begeleidt, om met het leven aan de gang te gaan. En ja, nog verder gecompact, ja, nog sneller door de stof heen. Nog belangrijker om aan psycho-educatie te doen, te uitleggen hoe zit je in elkaar, hoe werkt het qua Dabrowski-gevoeligheden, hoe werkt het qua zijnsluik. Omdat die dingen waarschijnlijk nog intenser bij jou aanwezig zijn en dat je nog verder af zit bij je leeftijdsgenoten. Dus de risico's zijn ook groter. Maar het zijn geen nieuwe uitgangspunten. Ze zijn alleen extremer toegepast en daarom ook des te belangrijker om daar waarschijnlijk professionele begeleiding bij te halen. Nou, mocht je echt meer over willen weten, met name over het begeleiden ervan, moet je vooral kijken naar het spoor Top Talent. Want dat gaat vooral over het begeleiden van dat talentcomponent van deze leerlingen. Nou, wat was het spoor basis van hoogbegaafdheid, kennis van de kunde van begaafdheid. En nu gaan we meer naar het spoor opvoedvaardig toe. En waar ik eigenlijk nu naar wil kijken is omgaan met angst en stress. En nou, het is een keer al eerder teruggekomen, met name in het dubbel bijzonder spoor en ook in het zelfzorgspoor. Nou, nu wat meer vanuit een ouderschap en opvoedrol.
En ik ga twee kanten ervan belichten. De ene kant is eigenlijk, nou ja, maak het niet te groot. Dus het niet onnodig voeden. En de andere kant, neem het serieus genoeg. En dan kom je weer bij traumasensitief werken. En nou, het is best een lastige balans tussen die twee. Van hoe zorg je aan de ene kant dat je het niet te groot maakt. En aan de andere kant dat je het wel super serieus neemt als het zo is. Nou, ik ga eerst wat dingen vertellen over dat voedingsproces, zeg maar. Hoe zorg je dat je het niet onnodig voedt. En wat is het risico als je te veel ingaat op bijvoorbeeld angsten. Dan kun je echt in een neerwaartse spiraal komen. Waardoor eigenlijk dat angstgedrag beloond wordt en dat het, nou ja, daarmee ook echt een ding wordt. Terwijl misschien als je het genegeerd had dat er helemaal niks gebeurd was. Aan de andere kant gaan we daarna kijken naar het traumasensitief werk, hoe belangrijk het is om gevoelig te blijven voor wanneer een kind het niet zelf gereguleerd krijgt. Want het eerste scenario van het niet voeden gaat vooral over het uitgangspunt dat het kind het zelf kan leren reguleren. Maar wat nou als hem dat niet lukt, ja, dan moeten we de omgeving gaan aanpassen om te zorgen dat het weer veilig wordt. Maar als we kijken naar het voedingsproces, belangrijk is het om het niet onnodig te voeden. Als een kind gewoon een keer bang is, dat hoort gewoon bij kind zijn. Weet je, vervelend dat je bang bent, hoe kan ik je troosten, hoe ga je het toch doen? Weet je, het hoeft niet heel spannend te zijn of je eindeloze gesprekken over te hebben, want als elke keer als een kind aangeeft, ik vind het een beetje spannend, je ernaast gaat staan en zegt, oh jee, gaat het wel en is het niet al te erg? En ja, het zijn allemaal enge dingen, die je heel veel bevestiging gaat geven, ja, dan leert het kind, de wereld is een enge plek en ik moet altijd naar papa of naar mama toe om maar veilig te zijn. Maar daardoor wordt een kind minder sterk, krijgt minder agency, minder eigenaarschap en wordt eigenlijk een slachtoffer. Dus wat het belangrijkste wat je kunt doen is geloven in de kracht van je kind. Je kind is gewoon echt een supersterk, autonoom mens. En soms gebeuren er wat dingen in je leven waardoor je wat ontspoord raakt. Tuurlijk, kloten, moeten we helpen, moeten we oplossen. Maar dat maakt je kind geen soort van zwak, ziek vogeltje waar altijd voor gezorgd moet worden. En dat vertrouwen in de kracht, en dat zie ik ook echt de beste begeleiders doen, zelfs bij, nou ja, die drop-outs die bij Phoenix terechtkwamen en allerlei heftige gevallen, die komen niet vanuit een perspectief van, ach, je bent zo zielig, ik kom je wel redden en ik kom voor je zorgen. Die komen juist een beetje prikken. En van, hey, weet je, ja goed, het is nu even kut, maar wat gaan we doen? En volgens mij heb je wel wat meer attitude in je zitten. Dit is ook een van de uitgangspunten van provocatief werken. Een provocatieve therapie is ooit bedacht door Frank Farelli. Vraag van de week nog wel leuk weer een training over gegeven. En Frank Farelli is echt in heftige therapeutische klinische situaties, waarbij het altijd was, nee, je moet voorzichtig zijn met de cliënt en zo, is hij ze super hard gaan provoceren. En juist vanuit het perspectief om mensen eigenlijk wakker te maken. En een van de dingen die hij erbij zei is, van, het is belangrijk dat je drie dingen bij elkaar brengt. Liefde in je hart, want je moet echt houden van je cliënt en echt empathisch ermee verbonden zijn. Een glimlach op je gezicht moet laten zien dat je niet serieus meent, maar dan echt super provocerende opmerkingen. Want je wil iemand wakker maken. Je wil dat iemand in beweging komt. En nou ja, goed, een van de uitgangspunten is dat juist als je iemand gaat provoceren, dan zijn er ook maar twee opties. Of iemand gaat veranderen, want hij laat zich provoceren, wordt wakker en denkt, maar dit ga ik niet pikken, ik ga het anders doen. Of hij gaat het accepteren en denkt, nee, maar ik wil dat dit mijn leven is. Dus die provocatie is heel erg belangrijk. En natuurlijk wat eronder zit, moet een houding zijn van groeigerichtheid. In de positieve psychologie hebben ze op een gegeven moment onderzoek gedaan naar onder andere soldaten die terugkwamen uit oorlogsgebieden. En zagen ze dat die soldaten in een soort van twee groepen te verdelen waren. Een deel van de soldaten die hadden super heftige dingen meegemaakt en hadden dat voor zichzelf een plek gegeven en waren ervan gegroeid. Waren er sterker van geworden, waren er sterker uitgekomen, beter uitgekomen. En een deel daarvan, die kwam terug met posttraumatisch stresssyndroom. Hadden dingen gezien, dachten het komt niet meer goed en vreselijk, gingen twijfelen aan zichzelf, gingen slecht slapen, dachten, oh ja, zie je, ik heb posttraumatisch stresssyndroom, kwamen in een neerwaartse spiraal terecht. Nou, wat ze daar hebben omschreven is het verschil tussen mensen die vanuit een posttraumatisch stress uitgangspunt redeneren en mensen die vanuit een posttraumatisch groeiscenario denken. En als jij overtuigd bent van het feit dat iets heftigs gebeurt en dat dat een aanleiding is tot groei, dan wordt het een aanleiding tot groei. En als je denkt, hé, dit is een aanleiding wat bewijst dat ik er onderuit ga, dan zul je daarmee ook bewijsmateriaal gaan verzamelen en zul je er ook onderuit gaan. Nou ja, dat is wel een interessant uitgangspunt. Het voert wat te ver om dat nu helemaal uit te werken, maar het begeleiden van je kind naar een posttraumatisch groeisyndroom. Ze echt helpen om vanuit een groeiperspectief te krijgen, weet je. Ja, die volgschool was echt ontzettend rot en die leraar is gemeen. Wat ga je doen om daar doorheen te groeien? Wat ga je doen om daar beter van te worden? Als je vanuit die groei kunt redeneren, als je vanuit het perspectief dat wat mij gebeurt, ook als het kloten is, dat gaat me sterker maken, dan maakt het je ook sterker. En nou ja, van daaruit kun je volgende stappen maken.
Nou, we gaan het wat concreter maken. We gaan kijken naar het drama-driehoek. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt, maar anders gaan we er nu op in. Komt misschien ook in een van de andere sporen, kwam het al terug. In de uitgebreidere versie hebben we het ook nog over transactionele analyse, maar dat voert even wat ver voor deze webinars. Maar het kan echt de moeite waard zijn als je het een interessant thema vindt om daar, nou ja, op die drie onderdelen eens te gaan kijken. Op Wikipedia even wat boeken erover te lezen. Posttraumatisch groeisyndroom, de drama-driehoek naar de winnaars-driehoek en transactionele analyse. Die help je heel erg om die dynamiek tussen jou en je kind te bekijken vanuit het perspectief hoe versterk je je kind nou in plaats van dat je hem ongewild zwakker kunt maken. Nou, een van de theorieën daarbij is de drama driehoek. En bij de drama driehoek ga je een soort van rollen verdelen. Nou, wat er vaak gebeurt is dat een van de personen die komt eigenlijk een beetje naar boven als het slachtoffer. Het kind komt van thuis weg en zegt, hey, weet je, dit is eigenlijk niet zo goed gegaan. En nou, zit nog een beetje op het hek van, ja, oké, het is niet goed gegaan en misschien ga ik wel gewoon door. Nou, het risico wat er dan kan gaan gebeuren is dat iemand anders optreedt als de redder. En de redder doet dat door naar het slachtoffer toe te gaan en zeggen, ik ga je wel helpen. Weet je, er is iets vervelends gebeurd. Ik ga jou helpen en laten we samen zeggen dat degene die dit gedaan heeft super stom is. Nou, we hebben de aanklager of de bully noemen ze het in het Engels. Dat is eigenlijk de pester. Dan gaan we samen kijken naar de andere die stom was en ik ga je helpen. En de redder heeft daar ook een rol in. Dat is ook een neiging die ik in mezelf al regelmatig heb gezien. Is dat je jezelf goed voelt, want dan kan ik iemand gaan redden. Dan kan ik de redder zijn, dan kan ik de held zijn. Wat gaaf. Dan heb ik een rol in het leven. Dan word ik belangrijk, dan word ik gewaardeerd. Ook vanuit een soort van please neiging. Alleen wat ik pas later ben gaan realiseren is dat om die redder te mogen zijn, moet iemand anders een slachtoffer zijn. En wat lastig is, als je heel vaak in die dynamiek terechtkomt, dat die slachtoffer zich steeds zwakker gaat voelen en die redder zich misschien steeds sterker gaat voelen. En met z'n tweeën ben je aan het wijzen naar een derde die het dan gedaan heeft. Maar de vraag is of je hier iemand mee helpt. Want ben jij nou echt zoveel beter als redder? Eigenlijk wil je als ouder dat je kind autonoom sterk zelf door het leven heen kan. Niet dat hij jou nodig heeft als redder. En is het kind geholpen door een slachtoffer te zijn? En ja, waarom ik? En nou ja, vast blijven zitten in dat dingen vervelend zijn. Waar ik naartoe wil, is de winnaarsdriehoek. Dat, nou ja, als kind zelf, dat hij, nou ja, als kwetsbaar, hé, sommige dingen zijn kloten, ik doe dingen fout en ik accepteer daarin mezelf. En de zorgende, dus niet de reddende, maar de zorgende zegt, hé, heel goed, wat gaaf, wat goed dat je bezig bent, jij kunt dit. Ik spreek vertrouwen uit. En daar zit ook een onderdeel van assertiviteit in. En assertiviteit is, ja, nee, maar hier ligt wel een grens. Er is iets vervelends gebeurd en dit gaan we niet nog een keer doen, dit pik ik niet. Maar eigenlijk wil je dat al die drie onderdelen van de winnaarsdriehoek ook langzaamaan in je kind opgebouwd wordt. Dat hij kwetsbaar naar zichzelf kan zijn. Ik ben niet perfect, ik maak soms fouten en ik accepteer mezelf erin. Dat hij ook zichzelf kan verzorgen. Hey, ik vind van mezelf dat ik dit goed gedaan heb. Ik ben best trots op mezelf. En de assertieve, ik kan ook grenzen stellen. Op een gegeven moment is het gewoon klaar. Nou, bouwen aan die winnaarsdriehoek, nou, daar maak je je kind sterk mee. En dan trek je hem uit als slachtofferschap. En dan kan hij vanuit eigenaarschap zelf keuzes gaan maken. Nou, en dat is volgens mij een veel wenselijkere situatie. Dan gaan we naar de andere kant kijken, hè? Want tot nu toe was het uitgangspunt dat er dingen gebeuren waarbij je binnen reden eigenlijk kunt zeggen, ik heb gewoon vertrouwen in mijn kind dat hij het zelf kan oplossen. En dan kan het kloten zijn, weet je, dan kan hij een leraar hebben die hem onterecht een 2 heeft gegeven, maar dan kan ik wel gaan redden. Maar eigenlijk is het veel interessanter, hey, wat ga jij nu doen om het beter te maken? Maar soms is er ook onrecht, nou ja, wat niet op te lossen is. Kinderen worden mishandeld, het is echt onveilig, worden structureel gepest. Nou ja, weet je, want ook een beetje pest, hè? Een keer een bal tegen je hoofd krijgen, daar is geen enkel kind ooit stuk van gegaan. Daar kun je ook nog steeds beter vanuit, hey, wat ga jij nu doen om je grenzen te stellen? Nou ja, waar kun je kwetsbaar zijn? Waar kun je zelfzorg doen? Want ik heb vertrouwen in dat je dit zelf kunt oplossen. Maar op een gegeven moment houdt het op. Weet je, als een kind in elkaar geslagen wordt, mishandeld wordt, gepest wordt, structureel, dan komt hij er zelf niet meer uit. En wat er dan gebeurt is dat je in een soort van trauma-situatie terechtkomt. En het probleem bij trauma's is, nou, we hebben het wel eens eerder over triggers gehad, is dat er allerlei dingen in jezelf getriggerd worden en dat je daardoor minder goed functioneert. En dan krijg je eigenlijk een soort van overemotie. Dan worden die emoties heel sterk, dus dan zou ik eigenlijk normaal gesproken een klein beetje boos moeten worden, maar dan raak ik helemaal de weg kwijt, of zou ik een klein beetje verdrietig moeten worden, dan ben ik diep de weg kwijt. Of sommige mensen, nou ja, op het moment dat die emoties sterk worden, die gaan naar een shutdown toe. Die vallen gewoon uit. Die kunnen gewoon bijna niet meer functioneren, kunnen niet meer nadenken, kunnen niet meer redeneren. En dan krijg je eigenlijk een beetje, misschien ken je dat uit de biologie, de fight, flight of freeze. Dus de fight of flight is, krijg je heel veel adrenaline om te vechten of om heel hard weg te rennen. Maar je hebt ook de strategie van de freeze, eigenlijk meer wat het egeltje doet. Een klein balletje maken, een schildpad, wachten tot het voorbij is. Nou, in een sociale context hebben ze daar op een gegeven moment ook wel de fawn aan toegevoegd.
Fun is, nou ja, goed, om bij de lijntje van effen te blijven, zeg maar, het is niet een heel bekend woord, maar is eigenlijk een soort van liefde doen of bijna slijmen. Dat je je nederig dienstig op gaat stellen ten opzichte van iemand anders in de hoop dat iemand aardig tegen je doet. Het is eigenlijk, zeg maar, de nieuwere variant binnen een sociale context van proberen te overleven. Dit is iets wat ik bij mezelf herken. Als ik echt in een zwaar gestresse modus raak en ik heb te lang te veel over me heen gehad en ik functioneer niet meer, dan heb ik, nou ja, vroeger had ik een soort van fight or flight, wegrennen of zelfs vastlopen. En een van de standen waar ik in terecht kan komen is van, dan ga ik gewoon alles doen wat mensen aan me vragen in de hoop dat ze op een gegeven moment me met rust laten. En nou, dat zie je bij sommige kinderen ook, dat die heel erg in die chameleon, in die please-rol terecht gaan komen. Wat belangrijk is dat je eigenlijk binnen de window of tolerance blijft. Dat stress niet zo hoog wordt dat je niet meer aan kan. Dat het ook niet zo vastloopt dat je gewoon niet meer functioneert. Dus niet in die hypo-arousal komen, die onderprikkeling, ook niet in die overprikkeling. Want allebei die gebieden zijn onveilig. En als je buiten die window of tolerance, als het stressniveau hoger wordt of langduriger is dan iemand kan verwerken, dan functioneert iemand niet meer. En dan gaat iemand in een overlevingsstand en dan treedt er ook bijna geen leren meer op. Daarom heeft het ook echt geen zin als twee kinderen echt ruzie hebben gevochten om er eentje opzij te halen en dan een leergesprek te gaan hebben. Hé, wat vind je dat je hiervan kan leren? Er staat nog strak van de adrenaline. Het grootste deel van zijn hersenen zijn uitgeschakeld, want hij is nog in fight or flight. Stap 1 is, ga maar gewoon even daar zitten. Ga 5-10 minuten zitten tot je rustig bent. Daarna gaan we een gesprek hebben. Dus, nou ja, zorg dat je echt binnen die bandbreedte blijft. Mocht je het interessant vinden, kun je met name dat dubbel bijzonder spoor kijken. Een aantal maanden geleden zijn we ook veel uitgebreider op die stressrespons ingegaan en wat je daar dan mee kunt doen. Ik kom bij het derde onderdeel, het begeleiden van toptalenten. Nou, tot nu toe hebben we heel veel vanuit die ondersteuningsvraag en van die proceskant gekeken. En een van de vragen was, ja, maar wat nou als ik echt een child prodigy heb? Als ik echt inderdaad een ongekend talent op de piano of in schaken of wat dan ook heb. Weet je, en die is 2-3 jaar oud of zo. Wat moet ik daar dan mee? Dus vandaag geef ik een soort specifieke adviezen voor toptalenten. We gaan kijken vanuit Benjamin Bloom. Een pedagoog die heel erg op mastery learning zit. De Global Child Prodigy Awards. Ja, daar heb je de Amerikanen voor. Hebben wat aanbevelingen op een rijtje gezet. En uiteindelijk wil ik in reflectievraag vooral je laten denken over je eigen rol. Welke rol heb jij nou als ouder in dit proces? En hoe ga je die rol nou precies vormgeven? Nou, als we kijken, dan heeft Benjamin Bloom een aantal dingen op een rijtje gezet. En met name voor hele jonge kinderen. En de eerste is, zorg dat ze een early start hebben. Als je het vermoeden hebt dat je kind een echt toptalent op een bepaald gebied is, probeer hem zo vroeg mogelijk bloot te stellen aan dat, nou ja, waar dat talent in zit. Als hij ontzettend muzikaal is en kan automatisch noten lezen of zo, zorg dat er een piano, zorg dat er muziekinstrumenten in de buurt zijn. Zorg dat er een omgeving is waarbinnen het kind zoveel mogelijk tijd kan besteden aan dat talent als hij zichzelf daartoe geroepen voelt. Begin ook heel vroeg met, dat is het tweede advies, expert instruction. Het doseren, het leren aan een hoog niveau prodigy vereist andere vaardigheden dan gewoon een standaard kind van 4 door een lesje heen proberen te bonjouren. Dus zorg dat je al vroeg iemand, een expert vindt die ook misschien hopelijk ook al eerder jonge kinderen begeleid heeft, die met heel veel talent, omdat die heel erg kunnen werken aan de juiste, nou ja, basisvaardigheden, de juiste gewoontes, zodat die vanaf dag 1 goed ingeslepen zijn. In plaats van dat je allerlei dingen aan gaat leren waarbij tegen de tijd dat ze misschien 10 of 12 zijn en je dan naar een hoger niveau begeleider gaat komen, dat hij als eerste zegt, je moet alles vergeten wat je ooit geleerd hebt, want hier doen we het anders. De derde is deliberate practice. Oefening moet altijd een doel hebben. Oefening is niet uren maken. Ze hebben het al over die 10.000 uren regel. Van Malcolm Gladwell heeft in het boek Outliers erover geschreven. Dat bijna alle internationaal bekende talenten, eigenlijk bijna elk gebied, hebben er 10.000 uur aan deliberate practice in zitten. 10.000 uur aan bewuste training. Even voor je perspectief. Een compleet werkjaar is ongeveer 2.000 uur. Dus dan zou je 5 jaar non-stop met iets bezig moeten zijn om aan die 10.000 uur te komen. Maar het gaat niet alleen om die 10.000 uur uit te zitten, zeg maar. Als jij nog nooit getraind hebt met hardlopen en je gaat gewoon 10.000 uur hardlopen, dan word je niet beter. Je hebt juist feedback nodig. Van, nee, je moet je voet een beetje anders indraaien. Je moet je houding een beetje aanpassen. Je moet je spier op een andere manier gebruiken. Zodat je altijd, als je aan het oefenen bent, dat je een doel hebt op iets wat je aan het verbeteren bent. Dat je weet waaraan je kunt werken. En dat het uitdagingsniveau ook zo is, dat je iets nieuws kunt leren en dat je beter kunt worden. Dus dat oefenen moet bewust zijn, moet ontworpen zijn. Nou, dat wil je het liefst doen in een center of excellence.
is een omgeving die gebouwd is om dat te leren. Die omgeving biedt over het algemeen twee dingen of drie dingen. Biedt de spullen, gewoon een goede piano of leermaterialen om goed inschakeld te worden. De tweede is peers, anderen die ook op zo'n leerpad zijn, ook als het niet precies hetzelfde is, maar die ook bezig zijn met het maximale uit zichzelf te halen. En die expert instruction, met experts in de buurt die kunnen helpen. En ook bij kleine bijsturingen, dat er misschien zelfs wel experts binnen de experts zijn, die daar een volgend stapje in aan kunnen brengen. En uiteindelijk, en dat moet je niet meteen in het begin doen, dus dat staat deels los van die early start. In die early start ga je nog iets verbredend, divergerend werken. Maar goed, op een gegeven moment, als je echt naar een maximale prestatie wil, dan kom je bij een singleness of purpose. Dan moet je op een gegeven moment één onderwerp, één doel hebben waar je aan werkt en waar je deliberate practice ook omheen gebouwd is. Nou, je hebt de Global Child Prodigy Awards, een organisatie die erkent en probeert een podium te creëren voor die Child Prodigies. En met name gericht op ouders hebben ze een aantal aanbevelingen. De eerste is support your child's interest. Klinkt heel bazaal, maar goed, als een kind ergens in geïnteresseerd is, volg dat. En als een bepaalde variant, je wil dat je kind piano leert spelen, hij heeft er talent in, maar hij wil een bepaald soort muziek spelen, probeer mee te gaan in zijn eigen interesses, maar probeer daarbinnen het niveau zo hoog mogelijk te maken. Want daarmee nodig je hem uit om maximaal op basis van intrinsieke motivatie in beweging te blijven. Tweede is, help je kind om korte termijnsdoelen te stellen en te halen. Met een kind praten over 3 jaar, dan gaan we naar de wereldkampioenschappen. Ja, de kind kan gewoon zijn hoofd niet over 3 jaar heen krijgen. De eerstvolgende stap is dat we over een maand gaan proberen. Je hebt nu een ELO-score van zoveel en dan gaan we naar een ELO-score van zoveel. Of je krijgt deze techniek nu voor elkaar. Volgend jaar gaan we, of in de komende maand gaan we proberen deze techniek eraan toe te voegen. Of proberen we deze variatie, of proberen we je tijd hier te krijgen. Dus zet korte termijnsdoelen die een pad zijn naar het lange termijnsdoel. Nou, help ze om te zorgen dat ze de beste mogelijkheden halen uit de mogelijkheden die ze hebben. Dat je een kind naar binnen dragen bij een Center of Excellence en zeggen, kijk, hier doe het maar. Nee, help ze, wat heb jij nodig om dat te kunnen doen? Weet je, hoe kunnen we onze dag anders inrichten? Kunnen we misschien beloningssystemen afspreken? Wil je meer contact met je medestudenten hebben? Dus ga eens kijken hoe je met dat wat er beschikbaar is in je omgeving, hoe je daar het meeste uit kunt halen. De vierde, daar hebben we natuurlijk ook de vorige keer over gehad, is help ze omgaan met falen. Ga heel bewust al vroeg in het proces kijken met de aanname, jij zult een keer op je bek gaan. Er zal een moment zijn dat het gewoon niet lukt. En dat is niet erg, weet je, dan vinden we je niet erg, dan is het niet dat je mislukt bent. Maar jij zult ermee om moeten gaan dat je een keer een wedstrijd verliest, dat er iets tegen zit, dat je een fout maakt, dat we een stomme fout maken en dat we het papierwerk niet op tijd inleveren, waardoor je een wedstrijd niet meer mee mag doen, wat dan ook, er gaat iets gebeuren. En dan moet jij niet opgeven. En moeten we van tevoren moeten we het daarover hebben. En gekoppeld aan die korte termijnsdoelen, blijf een vooruitgang constant in kaart brengen. Waarom? Want daarmee kun je terugkijken op het moment dat je denkt, ja, maar het lukt niet en ik heb niks geleerd. En als je dan een video kunt laten zien van een jaar geleden, weet je nog waar je een jaar geleden stond? Toen had je hier en hier moeite mee. Dat vind je nu al super makkelijk. Nu zijn we een jaar verder, nu ben je hiermee bezig. Een onderwijsvoorbeeld dat ik daarbij heb is dat onze Latijndocent, die ik in de middelbare school had, die zat ermee dat in de vierde heel veel leerlingen gedemotiveerd raken. Want dan gingen we weer naar de volgende grammatica constructie toe en nog meer tekst erbij en nog meer creatief gebruik van de Latijnse taal. En op een gegeven moment gaven leerlingen het dan op. Die dachten, ja, weet je wel, 4 jaar bezig, ik snap er nog niks van. Nou, ergens in het vierde jaar kregen ze dan een soort onverwacht proefwerk. Nou, iedereen over de mik, oh jee, een onverwacht proefwerk. En dan kregen ze een proefwerk van aan het begin van de derde klas. Dus van iets meer dan een jaar terug. En wat ze dan merkten was dat ze zonder training, zonder oefenen, zonder voorbereiding, gewoon fluitend allemaal een 8 of een 9 haalden voor een toets van een jaar daarvoor. Nou, dat inzicht, die reflectie van, ik sta helemaal niet stil. Het punt is dat elke keer als ik kan, krijg ik iets nieuws. Dus ik ben altijd zit ik in die onbewust competente fase. Dat ik bewust incompetente fase. Ik ben wel er bewust van dat ik het nog niet kan. Want zo gauw ik het kan, dan krijg ik weer iets nieuws wat ik niet kan. Dus ik ben constant weet ik dat ik het niet kan. Maar dan terugkijken, 3 maanden, 6 maanden, 12 maanden, 2 jaar. Terugkijken van waar stond je toen en waar sta je nu. Je hebt zoveel seconden eraf gehaald. Je ELO-score is omhoog gegaan. Je hebt een complexere groep tegenstanders. En misschien verlies je nu nog steeds, maar nu wel van een veel hoger kader aan tegenstanders. Dus dat inzicht krijgen in vooruitgang is cruciaal om motivatie hoog te houden.
Nou, en van daaruit, want dat zijn natuurlijk een aantal praktische tips, daar kun je van alles mee doen. Dus neem er ook de tijd voor. Als je ze nu voor het eerst gehoord hebt, spoel even terug. Ga het opnieuw kijken, ga wat aantekeningen maken van wat kan ik hiermee doen. Voor nu wil ik je vooral een reflectievraag meegeven. Want vorige keer zijn we vooral bezig geweest met het plan van je kind. Hoe gaat je kind naar de toekomst toe? En hoe ziet er een plan B eruit? Hoe maken we dat duurzaam? Maar nu ga je nadenken over jezelf. Hoe werkt dit voor jou? Hoe ga je jouw rol invullen? Hoe ga jij, als we het net hadden, coach je kind en maak het meeste van de mogelijkheden. Wat is jouw rol erin? Wat vind je dat jouw rol is? En wat is de rol van je partner of de omgeving, opa en oma of een oom of van zijn coach? Denk eens na, welke rollen zijn er te verdelen en hoe neem je die in? En wat zijn jouw hopen, verwachtingen? Wat wil jij eigenlijk hierin? Want als je dat helder hebt, dan kun je daar ook bewust over nadenken. En dan kun je ook gaan kijken van, ja, hoe zorgen we dat we niet gaan projecteren? Want misschien als jij vroeger geen wereldkampioen bent geweest en nu voor je kind besloten hebt dat je kind dat moet gaan doen, ja, dan vragen ze of dat dan echt een doel van je kind is. Of dat jouw kind dan een instrument is geworden om jouw wil uit te voeren. Dus heb dat helder. En hoe hou je het duurzaam voor jou? Want nou, ik ken meer dan één ouder die toptalenten hebben en die geven aan, nou ja, sowieso de taxiservice is echt niet te doen. Het aantal kilometers die je maakt om dan naar deze specifieke trainer te gaan, naar die specifieke wedstrijd te gaan. En dan moet er weer een andere expert kijken of er moet een onderzoek laten doen of wat dan ook. Nou ja, het moet wel duurzaam blijven, want als jij een burn-out krijgt in het proces van het begeleiden van je kind, is ook niemand geholpen. En hoe ga je om met teleurstelling? Wat nou als het niet lukt? Wat nou als je geen kampioen wordt? Want dan stort je kind misschien een tijdje in, als je om moet gaan met falen. Maar wat we moeten voorkomen is dat jij dan ook instort, dat jullie allebei in zakken al zitten. Dan moet je, als het goed is, dan hopen we dat jij weer die rol van ouder en pedagoog in kunt nemen. En dat je niet zo overweldigd bent door je eigen gevoelens, maar dat je gewoon echt kunt zijn voor je kind. Hé, klote, ja, maar het maakt niet uit. Als we ons best doen, als we ons ontwikkelden, als we dingen ontwikkelden die we ons hele leven gebruikten, waren we een succes. En dat hebben we gedaan, dus we zijn een succes. We zijn trots en we gaan nu kijken naar het volgende hoofdstuk. Dus ik wil je echt vragen om hierop te reflecteren. Zet het op videopauze, pak een kopje thee, pak een boek en ga schrijven. Weet je, hoe kijk ik naar mijn eigen rol? Welke rol heb ik hierin? Wat ga ik hierin doen? Nou, heel veel succes met die vraag. Nou, komen we daarbij bij het dubbel bijzonder spoor uit. Wat gaan we met die dubbel bijzondere leerlingen? We gaan deze keer met name praten over dyslexie en hoogbegaafdheid. Ik had voor de 11e module een vragenlijst uitgestuurd onder alle deelnemers. Waar zou je nou meer over willen weten? Waar zou je dieper op in willen gaan? En dit is één van de vragen die een aantal keer terugkwam. Het is wel een beetje een uitdaging, want het is een super specialistisch onderwerp en ik heb eigenlijk maar 10 minuten. Dus überhaupt zelfs de duiding, wat is nou dyslexie en hoe werkt dat, heb ik me even weggelaten. En ik heb me vooral gefocust op die combinatie van dyslexie en hoogbegaafdheid. Wat is daar bijzonder aan en wat zijn een aantal oplossingsrichtingen waar je nu op kunt gaan? Een van de dingen die bijzonder is aan hoogbegaafde en dyslexie is natuurlijk altijd die misdiagnosevraag. Is het nou daadwerkelijk dyslexie of is het hoogbegaafdheid en zien de eigenschappen hetzelfde uit als dyslexie? Nou, en een van de uitdagingen die sommige kinderen hebben is dat ze sneller kunnen denken dan dat ze lezen of kunnen spreken. En dat ze ook nog eens een keer super associatief denken, dus tijdens het lezen zijn ze afgeleid en zo. En nou ja, dat maakt het soms heel erg ingewikkeld om gewoon op dat langzame tempo dat schrijven werkt, op dat langzame tempo dat lezen werkt, om dat nog, nou ja, om je aandacht erbij te houden. Dus dat zie je bij een aantal hoogbegaafden als ze echt moeite mee hebben. Dan kom je bij hele praktische dingen. Dat je neemt een pennetje en volg het pennetje als je aan het lezen bent. Want als je afgeleid bent, dan weet je meteen weer waar je moet zijn. Dat associatieve vermogen en dat beeldende denken kan ook een uitdaging zijn. Weet je, als je het woord boom ziet, dan kun je gewoon boom lezen en doorlezen. Maar als je je dan echt een boom gaat voorstellen en het begint een heel plaatje te vormen. Nou, intussen dan is er in mijn hoofd een hele wereld ontstaan van een boom, terwijl ik eigenlijk door had moeten lezen, want dit was eigenlijk maar een klein woordje. Dus kun je, nou ja, weet je, als je op het moment dat je taal te veel beleeft en te veel visueel maakt, dan kan het soms ook lastig zijn om die tekst te lezen. Dus ook daar is trainen, weer zo'n pennetje, helpt om, nou ja, die focus van die geest te creëren. Het is alleen lastiger vaak bij getalenteerde leerlingen om dyslectie te signaleren. Omdat de standaard manier om dat te signaleren is, heb je stabiel lage scores. Het zogeheten 5-scores of de E-scores. Heb je daar een stabiele rij van. Maar veel hoogbegaafde kinderen compenseren heel goed. Die kunnen compenseren met hun intelligentie, met radend lezen, met allerlei andere trucs. Waardoor ze soms toch nog hoger scoren. Als ze zich super hard concentreren, lukt het wel. Maar ja, daardoor komen ze niet in aanmerking voor dyslexieverklaring, komen ze ook niet in aanmerking voor begeleiding. Nog even los van het feit dat standaard dyslexiebegeleiding ook niet altijd waardevol is. Want gewoon meer tijd geven, ja. Als ik me moeilijk kan focussen, dan ga ik me niet veel beter focussen dan van veel meer tijd. Een van de
onderdeel die ook lastig is, is die neiging om top-down te willen lezen en leren. Wat ik vaak als tip geef is aan veel hoogbegaafden is leer snel lezen. En dan ga je heel snel door een tekst heen, want dan heb je het overzicht en dan ga je hem dan nog een keer lezen en dan ga je de details invullen. Want dan, anders dan ben je de hele tijd aan het lezen en denk je, ja, maar wat gebeurt hiermee, wat gebeurt hiermee? Dan heb je 30 vragen in je hoofd zitten, maar ja, dan ben je de tekst niet meer aan het lezen, dus dan vind je de antwoorden ook niet meer. Terwijl als je jezelf eerst dwingt om heel snel de tekst heen te gaan, dan weet je welke antwoorden gaan komen, je weet de lijn, je weet de voorbeelden en dan kun je rustig teruggaan en het stap voor stap doorlopen. Nou, en soms is het gewoon zo flauw als gewoon een gebrek aan spellingskennis. Sommige kinderen zijn gewoon goed in natuurlijke taal, dat ze spreken ze heel goed, soms schrijven ze zelfs ook nog goed. Maar op het moment dat we dan echt met grammatica regels gaan werken en dat we gaan met voltooid, verleden tijdsterke, werkwoordenachtige onderdelen gaan krijgen, dan snap ik gewoon de constructie van de grammatica regel niet. En die heb ik gewoon nooit geleerd, dus ik kan hem ook niet toepassen. En zeker als ik dan naar andere talen toe ga, dan loop ik ook vast. Dus, nou ja, dit zijn een aantal van die thema's die je tegenkomt. Nou, wat kun je doen? Om te beginnen, echt ga er alsjeblieft een specialist bij halen. Dit is zo'n complexe tak van sport. Dat kun je niet eventjes met een paar minuten video oplossen. Maar goed, een paar tips natuurlijk al. Hè. Leer snel lezen. Hou er een pen bij. Dat zijn gewoon van die concrete dingen die je wel kunt doen. Train het onder tijdsdruk. Want heel veel hoogbegaafden, als je genoeg tijd geeft, kunnen dan compenseren. Doen het meerdere keren, kunnen zichzelf corrigeren. En daardoor krijg je niet zo goed beeld. Terwijl als je ze echt in een afgebakende hoeveelheid tijd het laat doen, dan zie je veel zuiverder die originele fouten terugkomen. Maak een inhoudelijke analyse van de fouten. Is niet gewoon elke keer dezelfde spellingsregel die misgaat. Of zijn twee letters die standaard omgedraaid worden. Want die specifieke analyse, zien waar het misgaat, dat kan je ook input geven, zeker met een specialist, wat zijn aanleiding nog. Praten over strategie. En nou ja, goed, even mij, ik heb op een gegeven moment een dyslexietest gehad en toen was ik hem aan het doen en ik was niet heel erg gefocust en zei van, nou oké, toen waren we dat invullen, dacht ik, oh ja, het is echt klassieke dyslect. En op een gegeven moment, toen zei ik iets tegen je van, hey, weet je, goed, gaat het goed en weet je, op een of andere manier, nou ja, haalde ze me uit mijn trance. En toen ging ik me super focussen en daarna maakte ik in één keer geen fouten meer. Nou, dus inderdaad, kun je in jezelf die focus vinden? De vraag is dan of het dyslexie is natuurlijk, hè? We laten even voorop staan. Maar het verschil dus dat het op het ene moment wel zichtbaar is en op het andere moment niet, kan een enorm verschil maken. Sommige leerlingen zijn heel erg geholpen bij de ik leer anders methode. Je werkt heel erg met visualisatie en andere manieren van spelling leren vanuit een heel erg ander perspectief. Maar het belangrijkste vind ik, en dan krijg je die analyse van die fouten, ga terug naar die ondersteuningsvraag. Dus in plaats van hij heeft dyslexie, probeer vast te stellen waar het misgaat. Heb je altijd dezelfde spellingsfouten? Nou, zijn het dan de spellingsregels? Is het als je moe wordt, gaat het dan slechter? Wat gebeurt er als je inderdaad die vinger erbij houdt? Wat gebeurt er als je snel leestechnieken gaat leren? Nou, het zijn allemaal oplossingen waardoor je een stap vooruit kunt maken en nou, hopelijk een beter resultaat kunt krijgen. Nou, als we kijken naar bewust ouderschap, dan is het tijd om je plan te evalueren. Je hebt een aantal plannen gemaakt vanuit allerlei verschillende perspectieven, vanuit jouw talenten, vanuit wat je voor je kind als doel had, vanuit nou, wat hij nodig heeft. En wat belangrijk is af en toe terug te kijken en die successen te vieren. We hadden het net over die toptalenten, hey, weet waar je stond en kijk eens waar je nu staat. Nou, dit is ook echt een moment, zet alsjeblieft die video op pauze en ga eens door je aantekeningen heen van de afgelopen tijd. En die opdracht die je aan het begin maakte, welke problemen had je toen? Want, was ik samengevat met, het doel van ouderschap is niet dat er geen problemen zijn. Want weet je, het zijn kinderen, er zijn altijd problemen. Het doel is dat je niet meer dan, weet ik veel, 6 tot 12 weken of tot ongeveer 3 maanden, zeg maar, hetzelfde probleem hebt. Dat je nu dit probleem hebt en dat je daarna krapt al een ander probleem. Dan komt weer een ander probleem. Dat betekent in ieder geval dat je aan het groeien en aan het ontwikkelen bent. Het is pas op het moment dat je, weet ik veel, 3 tot 6 maanden hetzelfde probleem hebt, ja, dan ga ik me zorgen maken. Want dan blijf je ergens in je ontwikkeling hangen. En het risico is dat je die lat blijft verleggen. En dat je alleen maar ziet wat er nog niet lukt en wat je nog meer wil doen. Maar kijk eens terug. Want misschien dat je als je nu kijkt naar die ondersteuningsvragen die je een jaar geleden gedefinieerd had, dat je nu zegt van ja, maar dat lukt intussen wel. Het is dus iets anders. Want anders dan raak je permanent ontevreden. Dus dat actief reflecteren is echt ontzettend belangrijk. Dus kijk eens naar alle plannen die je afgelopen periode hebt gemaakt. We hebben elke keer, bijna aan het einde van elk blok, hebben we gezegd van hey, ik ga hier en hier aan werken. Kijk eens naar de doelen die je toen gesteld hebt. En kijk eens vanuit die behoeften van je kind, kijk eens vanuit jouw talenten, vanuit de doelen die je gesteld hebt, vanuit die driehoek, zeg maar, wat heb ik allemaal gedaan? En wat is dan de vooruitgang? En hoe kun je dat vieren? Hoe kun je met iemand delen, hey, wat gaaf, dit was 9 maanden geleden een probleem, nu is het dat niet meer. Dit was een jaar geleden een probleem, nu is het dat niet meer. Sta erbij stil, vier dat, weet je, geef jezelf, weet ik veel, een reep tonen chocolade, niet het gezondste, maar geef jezelf ergens een beloning voor het feit dat je die stap gemaakt hebt.
En nou, dan gaan we van daaruit naar die evaluatie. Als je echt stilgestaan hebt bij dat vieren, ja, ik ben trots op wat ik bereikt heb, ja, ik heb een volgende stap gemaakt, nou, ga dan kijken naar wat kan ik doen om nog een stap verder te maken. Nou, daarvoor gaan we deze keer de KISS-evaluatie doen. Misschien ken je KISS als in keep it simple stupid of stupid simple. Deze keer gaat het meer over de vier dingen die je kunt doen met een plan. Het eerste is, je kunt onderdelen, you can keep them. Dus je kunt zeggen, dit wat we doen, gaat al heel erg goed. We zijn begonnen met, weet ik veel, een planbord, met structuur, met beloningen, met psycho-educatie, met reflectie, met praten over inzet. Wat dan ook, dingen die je doet waarbij je denkt, dit moeten we gewoon precies hetzelfde houden. Dit hebben we gewoon nu goed geregeld, dit houden we zo. De tweede vraag is, what are we going to improve? Wat gaan we verbeteren? Dit doen we al een beetje, maar zouden we nog meer kunnen doen? Die feedback geven op inzet, dat werkt wel, maar dat zouden we eigenlijk nog meer moeten doen. We doen wel wat met psycho-educatie. Ik heb een keer een filmpje laten zien, maar laten we 5 filmpjes laten zien. Dus we gaan dat wat we al doen, blijven doen, maar daar gaan we nog een beetje meer van doen. Waarmee moeten we starten? Dus wat doen we nog helemaal niet, maar wat zouden we moeten doen en waarmee moeten we stoppen? Nou, dat zijn eigenlijk de 4 aanpassingen die je in een plan kunt maken. We houden dingen, we verbeteren dingen, we starten met nieuwe dingen en we stoppen met dingen die niet werken. Nou, ga daar eens naar kijken. Welke van die onderdelen werken erin? Dus zet alsjeblieft deze video pauze, het blijft altijd zo. Hè? Alleen als je het gaat doen, dan maakt het verschil. Als je erover theoretiseert, gebeurt er helemaal niks. Nou, en als je dan die lijst opgeschreven hebt van what do you want to keep, what do you want to improve, what do you want to start, what do you want to stop, welke zaken hebben prioriteit? Kies er 1, 2, maximaal 3 uit. Waar je in de komende periode, in de komende maand aan gaat werken. En dan kun je weer dat coachingsproces erop loslaten. Weet je nog, je zelfcoaching, oplossingsgericht werken op een schaal van 1 tot 10. We gingen psycho-educatie doen. Nou, 9 is dat we alles met kinderen bespreken, ze snapt het helemaal. We zitten nu op een 5, we hebben wel eens wat uitgelegd, maar bijna niet. Nou, wat willen we bereiken? We willen naar een 6 gaan, of naar een 7 gaan deze maand. En hoe ziet dat er concreet uit? Nou, dat betekent dat we 4 keer zijn gaan zitten, samen een filmpje hebben gekeken en daarover gepraat hebben. Nou, dan ga je vanuit het oplossingsgericht werk ga je kijken. Nou, dan zeg je oké, we willen een filmpje kijken, dat is bijvoorbeeld een van de doelen. Of serie filmpjes kijken en die bespreken zodat onze kinderen ze begrijpen. Dan kun je naar het grow coaching gaan. Wat is het doel? Nou, die filmpjes kijken en dat kinderen het snappen. Wat is de realiteit? Nou, als we het 1 keer gedaan hebben, dat ze moeite hebben met zich focussen. Wat zijn opties? Nou, laten we er een autorit voor gaan gebruiken. Of laten we het op zondagochtend doen, want dan zijn ze nog helder. Nou, dan krijgen we een aantal opties en dan ga je van daaruit naar de wrap-up. Wat gaan we doen? Nou, dit was natuurlijk echt in een mega tempo, maar het was een samenvatting van die module van 2 maanden geleden waarin we rustig er doorheen liepen. Hoe ga je oplossingsgericht werken en die grow-methode gebruiken om vanuit een doel een echt concreet stappenplan te maken. Nou, dit is eigenlijk de start van de doorlopende cyclus. De volgende keer gaan we hem uitwerken eigenlijk in de modules, zodat je gewoon voor de rest van je leven in feite die video's kunt blijven bekijken en elke keer weer opnieuw die reflectiestap kunt maken. Elke keer opnieuw kunnen gaan vieren, dit is wat we bereikt hebben, welke doelen gaan we stellen en hoe gaan we voor een stap maken. Nou, voor nu vooral, ga het doen. Maak deze analyse, maak je plan, maak je keuzes, maak ze concreet, maak er een stappenplan van en ga het doen, ga het in de praktijk brengen. En dan komen we bij de laatste, vanuit jouw kracht naar je kinderen. Nou, zoals we al beloofd hebben, we hebben een nulmeting gedaan in maand 2. Nou, dit leek me een prachtig moment om de TS1-meting te doen. We zijn een hele periode verder. Wat is er gebeurd? En het doel van zelfzorg was dat jij meer welbevinden hebt en jij beter gaat functioneren. Nou, we gaan eigenlijk weer kijken naar die verschillende onderdelen van het PERMA-model, van het geluksmodel, van het oplossingsgericht werken op een schaal van 1 tot 10. Waar sta ik nu? En hoe groot is het verschil? Als je kijkt naar de scores die je 9 maanden geleden hebt gezet en de scores die je nu geeft. Wat is het verschil tussen die 2 scores? En sta je dan ook bij stil bij de groei die je doorgemaakt hebt? Want vaak zie ik dat mensen dan de lat verschuiven. Dat wat ik toen een 8 noemde, noem ik nu een 6. Weet je, dat 2 jaar geleden, als ik überhaupt 1 avond in de week eens een keer iets deed voor mezelf, dan was het een wereldwonder. En nu ga ik vaak maar 2 keer per week met vrienden afspreken en zou ik eigenlijk meer willen. En in beide gevallen geef ik mezelf misschien een 6. Omdat ik vind dat het net voldoende is, maar niet goed genoeg. Terwijl de praktijk wel veel beter is. Ik heb er veel meer aan toe weten te voegen door dingen anders te organiseren. Dus, goed, nu is het een mooi moment om te kijken of je juist werk gedaan hebt. Hè? Want als je 9 maanden niet geleden niet gedaan hebt, dan is er ook niks te vergelijken. Nou, laten we eens even kijken waar jij nu op dit moment staat. Nou, de 5 letters van PERMA plus de H van health. Op een schaal van 1 tot 10. Positieve emoties. Nou, algemene vraag, weet je, hoe vaak ben je blij? Geniet je van het leven. Denk je, hey, dit is leuk, dit is fijn, ik doe fijne dingen. 10, ja, echt fantastisch, leuk, ik geniet de hele tijd van mijn leven. 1 is, ik vind het leven 1, een soort van deprimerend. Ik heb gewoon geen plezier, ik heb geen leuke dingen.
Dus zet je score neer en zet een paar woorden erachter waarom je deze score geeft. Tweede, engagement en flow. Engagement en flow ging over dat je opgaat in een activiteit, dat je een talent van je in weet te zetten op een manier dat je denkt, hé, gaaf, ik leer nieuwe dingen, ik groei. Het is niet te complex, dus je raakt niet gefrustreerd, het is niet te makkelijk, zodat je je niet verveelt. Nou, als je een 10 haalt, dan vergeet je met regelmaat volkomen de tijd, ben je compleet, ga je op in je talenten, ben je dingen aan het doen waar je blij van wordt. En als een 1 is, zeg je, ik heb geen schimmige idee wat mijn talenten zijn, ik doe er nooit iets mee, ik heb er geen beweging in gekregen. En ik vind het altijd of te moeilijk of te makkelijk, en dat is het. Bij de derde, positieve relaties. Positieve relaties gaat over het feit of je met regelmaat kunt verbinden met mensen die zich echt in je kunnen verplaatsen, waar jij mee verbonden bent, dat je wederzijds positieve emoties uitwisselt en elkaar naar een hoger niveau brengt. Bij een 10, ja, weet je, ik heb verschillende vrienden, met mijn kinderen heb ik dat, met mijn collega's heb ik dat, dat ik me super verbonden voel, ze begrijpen mij, ik begrijp hem en dat voelt fantastisch. 1 is echt niks. Met mijn kinderen heb ik het niet, met mijn vrienden heb ik het niet, met mijn werk heb ik het niet. Ik heb niemand in mijn leven waar ik echt me mee verbonden voel. Niemand begrijpt me en ik voel me eigenlijk heel erg eenzaam. De vierde is betekenis. Weet je wat belangrijk is in je leven? Ik vind het milieu belangrijk, ik vind gezondheid belangrijk, ik vind gelijkheid belangrijk. En ik doe er iets mee. Values in action. Bij een 10 zeg je, ik weet precies wat belangrijk voor me is en ik kan een groot deel van mijn week besteden aan daaraan werken en daaraan bijdragen. Ik vind de ontwikkeling van jonge kinderen en volwassenen te worden, vind ik de oplossing voor alle problemen van de maatschappij. En ik mag er bijna de hele week mee bezig zijn. Dat vind ik echt fantastisch. Tegenhanger kan zijn, dus het is een 1. Ik weet niet eens wat ik belangrijk vind. Dat is wat ik dan nog een beetje belangrijk vind. Daar doe ik helemaal niks mee. Nou, dat gooi je heel erg laag. De vijfde is achievement. Ik heb het idee dat ik iets presteer. Ik heb het idee als ik een jaar geleden kijk en nu dan ben ik verder gekomen. Dan heb ik prestatie geleverd. En misschien heel concreet. Ik heb een marathon gelopen en daar ben ik trots op. Misschien minder concreet. Hey, ik ben bezig geweest met mijn talent en ik heb dit programma gedaan. Ik heb het volgehouden. Maar ergens heb je een prestatie geleverd waar je denkt, wauw, deze paal heb ik in de grond geslagen en het is me gelukt. Nou, 10, fantastisch. Weet je. Ik heb allemaal prestaties, ik heb een module, ik heb gewoon een hele lijst met 20 dingen die ik wilde doen, die heb ik allemaal bereikt. En 1 is, ja, ik weet eigenlijk niet eens wat ik wil bereiken en als ik het dan wil, dan gebeurt er niks. En het afgelopen jaar is eigenlijk niks noemenswaardig waar ik echt trots op kan zijn. En dan komen de laatste 6 van health. Health of vitaliteit, gezondheid. Een 10 zegt, ik zit zo goed in mijn vel, ik heb energie, ik heb geen pijn. Ik voel dat echt mijn lichaam een soort van middel is waar ik mijn hele leven ten volle in kan leven. 1 is, ik heb constant pijn, ik slaap te weinig, ik ben moe, ik voel me ongemakkelijk in mijn lichaam. Het lichaam is echt een beperking waardoor ik mijn leven niet kan leven. Nou, als het goed is heb je nu 6 scores. Nou, het is interessant als je ze allemaal bij elkaar optelt. Je deelt door 6, wat je gemiddelde score. En te kijken naar wat is je anchor en wat is je rocket ship. Je anchor, is het deel wat het laagste is en wat jij in algemene zin wat je tegenhoudt. En je rocket ship is datgene wat hoog is, wat je in je kracht zet en wat echt richting geeft voor dat wat jij, wat je bij jouw geluk vandaan komt. Nou, wat interessant is om dat dan te vergelijken met die lijst van 9 maanden geleden. In maand 2. Heb je als het goed is ergens die aantekeningen gemaakt. Dus zoek terug, 9 maanden geleden, welke scores gaf je? Welke scores zijn omhoog gegaan? Welke scores zijn hetzelfde gebleven? Welke zijn teruggelopen? Zijn je anchor en je rocket ship nog hetzelfde? Of zijn die verschoven? Wat je vaak merkt is dat je anchor, daar krijg je je aandacht erop. Denk je, oh, dat is belangrijk, dan ga je er dingen mee doen, ga je er tijd aan besteden. Dan zoek je misschien een andere iets weg. Maar dan komt er een nieuw rocket ship, omdat je er zoveel aandacht aan geeft. Bijna alles wat je aandacht geeft, wordt beter, ontwikkelt zich. Misschien is dat bij jou ook gebeurd. En hopelijk is het geheel natuurlijk omhoog gegaan. Is het gemiddelde omhoog gegaan. En wat niet per se een slechte ontwikkeling zou zijn, is als je wat minder aan de positieve emoties kant zit, maar door wat je geleerd hebt hier, meer flow, meer positieve relaties en meer meaning hebt. Nou, ik ben heel benieuwd wat hier gebeurt en wat je score heeft gedaan. Nou, dan hebben we daarmee weer een enorme reis samen afgelegd. Bij kennis en kunde van begaafdheid hebben we gekeken naar die 4 typen hooggevoeligheid. En zijn gekeken wat kun je daarmee doen. En we zijn gekeken naar uitzonderlijke begaafdheid. En hoe dat deels overeenkomt, maar deels ook al anders is. Bij opvoedvaardig zijn we gekeken hoe kun je je kind uit die drama-driehoek, uit slachtofferrol houden. En naar die winnaarsdriehoek krijgen om eigenaarschap te geven. Door hem te begeleiden naar die kwetsbare kant, naar die zorgzame kant, naar die assertieve kant. Bij toptalent begeleiden zijn we naar een paar aantal praktijktips gaan kijken. Vooral van als je jonge kinderen hebt, hoe kun je die nou daadwerkelijk in de praktijk ondersteunen. Bij doelbijzondere kinderen hebben we vooral gekeken naar dyslexie. En hoe verhoudt dyslexie zich tot hoogbegaafdheid. En bij bewust ouderschap hebben we vanuit die KISS
KIS-samenvatting zijn we gaan kijken. Nou, wat wil je houden? Wat wil je verbeteren? Wat wil je starten? Wat wil je stoppen? En minimaal zo belangrijk, hoe vier je de vooruitgang die je meegemaakt hebt? En uiteindelijk zijn we in de zelfzorg van jouw kracht naar je kinderen, zijn we gaan kijken naar een evaluatie. Waar sta je nu? Welke onderdelen zijn sterk? Welke onderdelen zijn minder sterk? En hoe kun jij daaraan bijdragen? Nou, dat was weer een enorm avontuur. Nou, mocht je alleen de webinars gevolgd hebben tot nu toe en mocht je zeggen, nou, ik wil graag meer diepgang, je gaat er erg snel doorheen, ik zou uitgebreider die verhalen willen horen, nou, dan kun je nog steeds meedoen met Opvoedvaardig. Ga naar opvoedvaardig.nl, om ons daar ongetwijfeld ergens een link te vinden om mee te doen met het volle programma, dan wel met een aantal sporen, dan wel met het hele programma. En we hebben het intussen mogelijk gemaakt om doorlopend te starten, zodat je niet meer hoeft te wachten tot er een volgende groep begint. Dus laat vooral weten wanneer je dat interessant vindt. Hey, dankjewel. Zorg vooral dat je aan de slag gaat met deze dingen. Als je dingen doet, dan verbeteren ze. Als je alleen maar over nadenkt, dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks. Reflecteren zonder handelen zorgt dat er geen, dan komt er geen veranderen. Dus een mooie quote, beter omschreven van mijn collega Monique. Maar zorg echt dat je in beweging komt. Zorg dat je dingen gaat doen. Als je dingen gaat doen, komt er een verschil. Hey, heel veel succes en ongetwijfeld tot de volgende keer, want als je maand 11 hebt gehaald, dan maken we samen maand 12 ook af. Dank jullie wel.